De wedstrijd zondag in Heerenveen was een mooie generale in aanloop naar de wedstrijd tegen Jenepper. Tijdens de terugkeer van Deli Sinkgraaf in Heerenveen draaide Ajax soepel. En de ex-Fries wist vooraf al waar de sleutel zou liggen. Waar het verschil gemaakt wordt. Op het middenveld. Sinkgraven kreeg gelijk. Richetli Bazour en Davy Klaassen speelden sterk. En ook hij zelf maakte indruk. Ik denk heel goed. Heel stoïcijns gebleven. En denk ik een heel hoog niveau gehaald. Wat we graag van hem willen zien. Maar wat we weten dat hij dat in zich heeft. Dus ik denk dat hij kan terugkijken op een geslaagde rentree in het Abelense staan. Hij is daar 2 maanden weg. Hij is 2 maanden hier. Heeft hij zich helemaal aangepast aan hoe jij het wil zien, aan Amsterdam, aan de speelwijze, aan de manier van trainen? Ik denk dat hij in het begin natuurlijk kijk je de kat uit de boom en hoe is het met de spelers, maar ook zeg maar, de looplijnen van ons en wat ik graag van hem wil zien. En dat zal best anders zijn dan bij Heerenveen en daar moet je op anticiperen, maar hij is een hele slimme speler, dat zie je ook gewoon in zijn spel, dus hij pakt dingen heel snel op en dat heb je gisteren denk ik ook wel gezien. De beste speler aan Ajax-zijde was weer Richetli Bazour. Frank de Boer vond dat de 18-jarige voor zijn optreden een 9 verdiende. Door bijna geen fouten te maken. Ja. En heel vaak, kijk, je hoeft niet door geen fouten te maken een goede wedstrijd te spelen. Dan heb je eigenlijk altijd een 6 al natuurlijk. Maar ik denk dat hij daarnaast veel duels heeft gewonnen. Maar ook vooral in balbezit de juiste keuzes heeft gemaakt. Hij geeft de paas waar de rode kaart uiteindelijk uitkomt. Ja, hij was continu zeg maar, aanwezig ook om de diepte waar we het over gehad hebben, om die mensen te bedienen. En, ja, het hele plaatje klopte het gisteren bij hem. Bazour haalt sinds de winterstop week in week uit een hoog niveau. En dat is opvallend voor zo'n jonge speler. Natuurlijk verras je dat hij eigenlijk steeds beter gaat spelen. En hij verrast me niet dat hij dat aan kan, want ik weet dat hij heel veel kwaliteit heeft. En, misschien beseft hij dat zelf nog ineens. Maar hij is gewoon betrouwbaarder geworden. En pakt op dat moment zijn kans wanneer hij hem kreeg. En, heeft op dit moment laat hij hem niet los en heeft hij met beide handen vast. En dat is hartstikke mooi voor Ajax, want dat wil je graag zien. Dat mensen concurreren en als ze die kans krijgen, dat ze hem pakken. Ja, want het lijkt erop dat nu, als jij een wedstrijdformulier in moet vullen, dat het ongeveer de eerste naam is die je opschrijft. Ja, ik zie geen reden om rust te geven of zo, want fysiek ziet het er ook heel goed uit. En natuurlijk houden we hem in de gaten. Maar op dit moment is er geen signaal zeg maar, dat we dat hoeven te doen. Bazour speelde in Jong Ajax vaak als controlerende middenvelder. Op de 6-positie doet de Boer nu een beroep op Davy Klaassen. Vooral omdat die plek nu nog te veel gevraagd is voor Bazour. Vooral zeg maar, die controlepositie is ook meer echt het leiding geven. Nou, ik denk dat daar nog niet aan toe is eerlijk gezegd, Richetli. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik kom net kijken, is al helemaal gefocust op zichzelf. En dat doet hij op dit moment hartstikke goed. En dat wil ik ook niet bij hem weghalen. Want als ik meer van hem ga eisen, ook vooral in het coaching. Ik denk dat daar Davy juist heel voor goed is, voor geschikt is. En vandaar dat ik Davy zeg maar daar heb. En met Davy vond ik eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd ook niet dat hij slecht speelde, maar fris toonde. Daardoor denk ik uiteindelijk dat het ook hartstikke goed liep. Met name omdat eigenlijk alle drie middenvelders een dikke voldoende hadden. Goede rapportcijfers dus voor de middenvelders. Het middenrif oogt compleet en lijkt alles te hebben wat nodig is. Wel veel, denk ik. Fysiek kan het allemaal nog een stuk sterker. Maar als je 1,18 is, de ander 19, dan is dat nog heel jong. Dus je moet er nog massa krijgen uiteindelijk. En dat kan alleen maar sterker worden. Maar de voetbalcapaciteiten hebben ze in ieder geval wel. Is dit dan ook een middenveld dat je misschien wel wil laten staan voor de wedstrijd tegen Dnieper? Nu het goed gegaan is, ook creatief openingen vinden? Nou ja, tuurlijk denk je eraan. Maar we gaan dat rustig weer bekijken wat de beste strategie is en met welke spelers.